Waarom houden we zo van de lente? Omdat het magisch is. Oh, jippie tippie. Opwindend. En het is de beste tijd van het jaar om te genieten van de kleuren van de prachtige natuur. Hallo, klein vriendje. Weet jij waarom? Omdat alles op het platteland vol met bloemen staat. En omdat de zon schijnt. Kijk! Is het perfect om te spelen, buiten te picknicken en het leuk te hebben met vriendjes. Zou je willen helpen met het organiseren van een geweldige lentepicknick met Mickey en Alice? Ja, dat is een goed idee. Want ze hebben veel hulp nodig. Ben je er klaar voor? Ik denk dat de hoedjes wel afgaan. Mickey en zijn vriendjes zijn al op zoek naar de perfecte plek om te picknicken. Maar het wordt niet gemakkelijk. Oh, wat is het beste plekje voor een theefeestje? Jongen, maar hoe weten we waar dan? Maak je geen zorgen. We gebruiken het wiel van de magische lente. Oh, wat is dat? Het is heel eenvoudig. We hoeven alleen maar aan het wiel te draaien. En ik heb een heleboel deuren die naar een heleboel leuke plekken leiden. Dat is briljant, Funny. Maar wees voorzichtig. Gegroet, muistronaut Mickey. Omdat niet alle plekken geschikt zijn voor een lentepicknick. We hebben niets gezegd over een picknick in de ruimte. Laten we het proberen. Kunnen we de lentepicknick houden in het Koninkrijk van het IJspaleis? Daar is veel ruimte, maar geen bloemen. En het ziet er heel koud uit. We moeten gewoon naar een andere plek toe. Goed zo, Katrien. En wat denk je van de stad? Het is daar veel warmer. Maar ging het niet om het genieten van de natuur? Kom aan, laat je niet ontmoedigen. Als iets niet lukt, is het belangrijk om te blijven proberen. Wat denk je van de feeëntuin? Geweldig! Het is een plek met natuur en veel licht. Maar er ontbreekt iets volgens mij. Dat klopt, bloemen. We hebben al gezegd dat de lente magisch kan zijn. Het is wat je noemt een echt lentespektakel. Een prachtige plek voor de groep om te picknicken. En nu we de perfecte plek hebben gevonden, zorgen Alice en haar vriendjes voor het eten. Komt er gelijk aan. En aan die lekkere geur te ruiken, moeten de snacks uit de oven komen. Kijk hoe geweldig alles eruit ziet. Er is nog maar één klein detail over. Alles heeft een beetje lente nodig. Kunnen we helpen met versieren? Is goed, Alice. Kijk, Alice heeft deze heerlijke chocoladetaart gebakken. Hoe kunnen we hem versieren? Misschien als we er veel kleine hoedjes op zetten. Ik weet zeker dat Hansje Hoedemaker dat geweldig zou vinden. Reken maar op je feest dat ik dat heb gedaan. Maar zit het platteland vol met hoeden in de lente? Of zit het vol met bloemen? Ik weet iets. Misschien kunnen deze madeliefjes op Hansje's taart. Maar natuurlijk. Zou het niet beter zijn om onze taart met heel veel bloemetjes te versieren? Nou, deze taart is het zeker waard. Dat was het tweede waar ik aan dacht. Hoho, goed gedaan. En nu is het tijd om deze taart te versieren. Maar het is niet zomaar een taart. Het is een reusachtige taart. Wow. En we moeten denken aan iets groots en ronds om het te versieren. We moeten gewoon onze denkpetten opzetten. Oké. Wat als we een grote glimlachende pompoen schilderen? Strikvraag. Glimlachende pompoenen zijn voor Halloween en niet voor de lente. Natuurlijk. Waarom heb ik dit niet eerder bedacht? En het moet natuurlijk veel groter zijn dan een pompoen. Iets dat we veel zien in de lente. Kijk. En dat schijnt als niets anders. De zon. Mijn denkpad doet het echt. Goed gedaan. We hebben net de zonnige taart bedacht. En tenslotte heeft prinses Rosa ons gevraagd om de cupcakes te versieren. Met haar favoriete lentedier. Eentje dat we door het bos zien fladderen wanneer het weer deze tijd van het jaar is. Oh, ja. Voor het geval je dacht dat je het wist. Nee, het is niet de kolderkat. Deze kat fladdert het hele jaar door het bos. Wel, die kan beter zelf ook weer wegfladderen. Welk dier zou het dan wel kunnen zijn? Dat is het. Vlinders. Prinses Rosa vindt het geweldig om ze overal te zien. Goed gedaan. Oh, wat een leuke dag. Met Mickey en zijn vriendjes vonden we een magische plek. En met Alice en haar vriendjes bereiden we de perfecte lentesnack voor. Wow! De lente is er om te delen met je vriendjes van Disney Junior. En dan nu...